op verschillende manieren dat we vandaag om 4 uur Tine even aan het woord wilden laten. We hebben Tine dus meegebracht. We hebben ook Sander meegebracht, maar we willen vooraf even nog het woord geven aan Gera, die samen met Marie-Paul spel gespeeld heeft met heel veel mensen hier over de index. Ze gaat lopen. Leuk dat jullie hier zijn, maar juist hebben we een praatje. Gera, aan u het woord. Hè. Ja, jullie gingen eerst speechen, dacht ik. Goed, we hebben vandaag inderdaad een wedstrijdje gedaan over de index. En de wedstrijd bestond uit een drietal vragen die mensen moesten oplossen aan de hand van onze boodschappenkar die hier staat met producten. De eerste vraag was, welke van die producten zit in de index? De tweede vraag was, wat is het verschil tussen de gezondheidsindex en de gewone consumptieindex? Niet zo gemakkelijk, maar hier in de tent vindt u ook wel het juiste antwoord. En de derde vraag was, verzin een goede slogan over het behoud van de index. Want we willen natuurlijk als PvdA Plus ook dat de index blijft bestaan, dat die niet zomaar wordt afgeschaft. Een heel aantal mensen hebben ons spel meegespeeld vandaag met veel enthousiasme. Een 50-tal mensen hebben meegespeeld. 20 daarvan hebben alle vragen beantwoord, maar hadden niet veel inspiratie voor de slogan. Dus die hebben we er tussenuit moeten halen. Maar we hadden er toch een 30-tal die volledig waren ingevuld. Een aantal van de slogans zien jullie daar op het bord. Daar zaten leuke dingen tussen. Wij hebben de kandidaat eruit gekozen met de leukste slogan en de meeste correcte antwoorden. Die deelnemer die is hier ook aanwezig. Hij komt zijn prijs ophalen. Hij heeft de slogan geformuleerd als volgt. Ik ga even spieken op zijn lach. Zijn slogan was, laat niemand creperen, blijf indexeren. En dat vonden we wel een leuke slogan. Hij haalde 10 van 13 antwoorden juist. En hij heet Robin Volkaert. Geef hem een applaus. En hij wint een boekenbon van Epo. De waarde van 20 euro. Als jullie graag willen weten wat de juiste antwoorden waren, die hangen ondertussen daar aan de muur. We gaan die ook publiceren in solidair uiteraard. Dankjewel Robin om mee te spelen. En we gaan de goede antwoorden ook nog eens op de site van Vlaams Brabant keppen. Ja, dus dan kunnen jullie het daar ook nog voor. Goed, ik geef het woord aan onze lijsttrekkers voor de verkiezingen. Tine en Sander. Sander bij de spits af, heb ik begrepen. Dus geef hem een warm applaus. Goedemiddag allemaal. Naast Robin hebben wij nog meer dan 70 andere studenten in Leuven die zich wekelijks inzetten om onze jongerenbeweging Roma op te bouwen. Daarnaast hebben wij ook zo nog 10 scholieren actief in drie scholen. En wij hebben beslist eigenlijk in het begin van dit jaar om voluit mede de PvdA Plus te versterken voor de verkiezingen. Ik heb het al op de kick-off gezegd, maar ik wil nog eens zeggen. Wat wij met de jongeren vooral willen doen, is de stem van de jongeren vertegenwoordigen. Een prettig nieuwtje bijvoorbeeld dat ik onlangs heb vernomen, is dat Vlaams Belang. Dat die eigenlijk voor de eerste keer in Leuven geen enkele jongere kandidaat hebben gevonden. Die hebben niemand gevonden, ouder dan 70 jaar. En daarom zijn wij denk ik een beetje trots dat wij heel veel jong geweld hebben staan op de PvdA Plus lijst van de jeugd. Wat gaan wij vooral doen?
Wij met jongeren gaan vooral de komende 3 weken werken op mobiliteit. Waarom? Wij zien dat als een symbooldossier. Veel jongeren die moeten nog niet hun eigen studies betalen, hun eigen woonst. Dat belangt natuurlijk wel aan. Maar ze zijn vooral bezig met uitgaan en fietsen. En wij hebben onlangs vernomen dat het stadsbestuur, SPA en CD&V voor meer dan 1 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de ombouw van het Vochtplein en daar een ondergrondse fietsenparking heeft gemaakt. Wat hebben wij daarvan nog vernomen? Dat die fietsenparking dat die betalend gaat zijn. Dat als je je fiets vergeet af te halen na 1 uur of 12 uur tijdens de week, dat studenten, jongeren een straf gaan moeten betalen voor 3 euro en wij vinden dat niet kan zijn. Dat is vandaag, op dit moment, is het er een opening op het Vochtplein dat feestelijk te onthalen, die nieuwe fietsenparking. Wel, wij gaan vanaf vandaag de campagne beginnen om duizenden petities bij de jongeren op te halen om te zeggen dat kan niet, wij vinden dat parkeren voor fietsen, omdat de stad dan moet vooral aanmoedigen dat betalen moet blijven. Wij denken 3000 petities op te halen en binnen 3 weken, op 10 oktober, doen we dan ook een actie aan het Vochtplein. Ik nodig jullie allemaal uit om met jullie fiets daar te komen staan, het plein symbolisch te blokkeren en we gaan daar een beetje muziek maken. 10 oktober, dus woensdag om 1 uur op het Vochtplein. Dan wordt het weer de zon. Dat gaan wij met jongeren doen, los van dat wij meerdere kandidaten hebben met een eigen volk, gaan zorgen dat die met zoveel mogelijk stemmen had. Want wij geloven in de vast in dat wij zeker enthousiast zijn, zeker in de gemeente raad. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Kom maar aan en ik weet niet voor het vrienden, kameraden, ik wil jullie nog eens hartelijk welkom heten in deze tent van Vlaams Brabant. En de zon is terug van de partij en de zon is ook van de PvdA+. Velen zien elkaar hier terug, ieder jaar opnieuw en dat is echt fantastisch, vind ik. En wij hebben een eerste goede start gehad met onze kick-off met 100 mensen. Dat was al eigenlijk heel enthousiast. Een heel enthousiast gebeuren. Mensen hebben dan folders en flyers meegepakt. Ik denk dat wij al heel goed van start gegaan zijn in Leuven. Maar nu wil ik al een beetje vertellen wat sinds die kick-off in Leuven al gebeurd is, want het is veel. Er is al eigenlijk heel goed geplakt en dat denk ik dat iedereen al gezien heeft. Zowel in Leuven binnen de ring als ook in de deelgemeente daar rond is er echt al heel goed geplakt. Proficiat aan onze jongeren die dat gedaan hebben. Nu is het natuurlijk ook zo dat de mensen die opkomen voor de provincie, dat die best ook gaan plakken in de gemeente waar dat zij opkomen. En leden die daar wonen, dus niet binnen Leuven, maar daarbuiten, dat zij ook hun borden gaan verzorgen. Want we moeten echt heel zichtbaar zijn. Ik denk dat dat echt belangrijk is voor ons. Dan wil ik ook vertellen dat we al 2 succesvolle acties gedaan hebben. We hebben er 1 gedaan aan InBev en daar was het doel eigenlijk van de rijkste familie van België, namelijk de familie Spoelberg. Die zijn bezitter van InBev en InBev betaalt geen gemeentebelastingen. En wij vinden dat de stad dat moet opleggen aan de gemeente. En daarom hebben wij een hele succesvolle actie daar gedaan. Onze tweede actie die we gedaan hebben, dat was rond om wonen. Dat was vorige week aan het stadhuis. En hier zie je achter mij de rode huisjes staan die we daarvoor gebruikt hebben. Daar hebben we een heel pakkende getuigenis gehad van ons wisje en ook van andere mensen uit de buurt die echt heel veel problemen hebben om hun wonen te betalen. Een derde actie die ik hier echt wil aankondigen is volgende week donderdag, 27 september, gaan wij een actie voeren aan het Damiaanplein om 7:45 in verband met armoede. 7:45 morgens, 7:45 aan het Damiaanplein. Waarom doen we dat daar? Omdat daar een massa scholieren zijn. Ze kunnen misschien niet stemmen voor ons, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de jongeren weten dat er een partij is die echt op wilt opkomen, ook voor armoede. Niet alleen armoede bestrijden, maar ook armoede voorkomen. En daarom willen we daar zijn.
Er zullen ook vrienden van ons, onder andere Stijn hier, als pater verkleed gaan. Een beetje een rebelse pater die zegt, ja, maar de PvdA, dat is die partij die echt opkomt voor de armen. Daar moeten we voor gaan. Dus dat is volgende donderdag. En dan wou ik ook nog zeggen, de debatten zijn begonnen. En dat is ook leuk, denk ik, als de mensen die daar spreken, dat er publiek is van de PvdA. Dan voelen wij ons meer gesteund. Dat is nu al doorgegaan, het Noord-Zuid-debat. En daar heeft de Koenoms dat zeer goed gedaan, proficiat. Maar we hebben nog een hele aantal te gaan. Je kan die ook allemaal terugvinden op de website. Wout heeft en samen met andere mensen die daar opgezet. Dus kijk daarnaar en als je kan gaan, het is echt een steun voor ons als jullie daar zullen zijn. Ook gaan we de markten doen. We zijn al natuurlijk begonnen met een aantal markten, maar we hebben er nog veel te gaan. We hebben nog 4 weken dat we echt onder de mensen moeten komen, moeten zichtbaar zijn. Wij halen al niet veel pers, maar ik denk dat we stem voor stem echt iedereen moeten overtuigen. We willen aan die 2400 stemmen geraken, dan moeten we er echt voor gaan met z'n allen. Ik zei al de website, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat iedereen weet dat die er is en dat die echt heel goed bijgehouden wordt, dus dat je daar alles kan opvinden. Onder andere bijvoorbeeld ook het feit dat we nu een verkiezingssecretariaat hebben, dat iedere namiddag open is tussen 1 en 4. Ook op zaterdag, niet op zondag. Hè. Maar daar kan je altijd materiaal komen halen of als je vragen hebt of mensen wilt laten de PvdA doen kennen. Iedereen welkom op het Bekkerenieplein nummer 39. Ja, en dan gaan we ook vanaf nu bussen. En dat zal nog een hele opgave worden, want we hebben 30.000 hele mooie programmafolders die we willen bussen. Ik zou willen vragen aan iedereen van daar een tandje bij te steken, dat we echt die 30.000 in de bussen bij de Leuvense bevolking kunnen krijgen. We gaan er allemaal voor. Bedankt en geniet nog van het feest en succes allemaal.